Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 11 oktober. Het is nu 20:27. Ja, we openen de vlog een beetje heel erg laat. Later dan jullie van ons zijn gewend. Maar daar kom ik zo meteen ook op terug. Waarom? Het is heel hectisch geweest vandaag. Maar alsnog zeggen wij, alsnog... Heel snel, heel veel kijkplezier gewenst. Nou, en mijn ventje is nog steeds aan de zieke kant. Hij heeft het sterven koud, ik niet. Ik heb het warm. Meneer, die zweet een uur in de wind. Nou ja, niet en niet een... niet een uur in de week. Ja. En niet een uur in... zo. Nee, het gaat niet. Maar hij zweet niet een uur in de wind, maar hij zweet gewoon als hij heeft geslapen op bed. Ja, dus meneer heeft koorts, maar als hij zweet, zweet hij er wel lekker even uit. Ja, we zijn even kaartjes aan het vouwen, maar dat zien jullie nu even waarschijnlijk niet. Dus even kijken, het is wel heel erg donker. Ja, dat weet ik, het is hier donker. Doe anders even het lichtje hier even aan, eventjes stekken erin. Ja. Die witte. Oh, nou ja. Ja, er ligt hier al te veel op hier op en op ding. Dat niet helemaal hebben. Er ligt te veel. Dat komt zo meteen. Schat, alsjeblieft, dat komt zo meteen. Zo, ja. Dus, huisje vouwen. Huisje vouwen. Lijntjes volgen. Ik denk dat het zo goed is. Ja. Nog een eentje. Mijn vingers kijken gaat een stuk lastiger. Als je mijn vingers kijkt, gaat het een stuk lastiger. Ik kijk niet op en op je vingers, ik kijk naar de tv. Dan zal het makkelijker gaan. Ja, daarom. Ja. Eerst een stuk, dan was het... En dan doe ik die en die andere stuk. Kijk maar. Kijk. Op jouw vingers kijken. Even kijken. Nou, dat heb ik netjes gedaan hoor. Nou. En de eerste keer, toen ging dat fout. Toen had ik deze zo gedaan. Maar die moet dus naar de buitenkant toe. Ook naar de buitenkant. Zo. Die naar binnen. Die naar binnen. Die weer naar de buitenkant toe. Die ook naar de buitenkant toe. Die ook weer naar de binnenkant. Die naar buiten. Die ook weer naar buiten. Die weer naar binnen. Die weer naar buiten vouwen. Die weer naar buiten vouwen. Die weer naar binnen vouwen. Die weer naar binnen vouwen. Dit is de onderkant overigens. Nee, dat is leuk. Die weer naar binnen vouwen. Die naar binnen vouwen. Die naar binnen vouwen. En dan is het die. Die. En hartstikke idee. Nou, en dan is het in principe heel mooi in elkaar zetten. Maar dat ga ik dus nou niet doen. En dan is het dus zo. In elkaar. En dan hebben we dus een heel mooi huisje. Ja. Er is nog heel veel te doen. Zo. Ja, 300. Ja, 300. Ja, wat ik dus al eerder zei net. Was hectisch vandaag. Gisteren kregen we dus te horen dat mijn liefdallige papa, vader, het geld terug had gestorneerd vanuit het ziekenhuis. Dus eigenlijk ging mijn operatie gewoon niet door. Daar kwam het eigenlijk cru op neer. Omdat ik hem dus op het werk bij zijn naam noem. Dus niet bij meneer, nee. Dus meneer kon dus werk en privé niet gescheiden houden. Wij kennen diegene die het geld heeft overgemaakt. Maar diegene wil gewoon wel voor de rest anoniem blijven. Daarom hebben we ook dus nu de anonieme gullegever benoemd. Dus zo vindt ook diegene dat oké. Dus ik ga nu ook geen niet en niet met name noemen.
Wij weten het dus wel. Maar dankzij de anonieme gullegever, voor jullie dan, is het toch mede mogelijk door diegene dat de operatie doorgaat. Ja. Dus dat is wel weer fijn. Ja. Ja. Dus ja. Dat was vandaag heel veel voet in de aarde. Want het was vandaag gelijk naar het ziekenhuis betalen. En ja, toen kreeg ik ook nog daarvoor een telefoontje van het ziekenhuis. Met een datum. Yep. Precies. Spannend. Beste, lieve buikbandcorrectie dagboek. Ja, ik sta even in de keuken. Ik ga even eerst lasagne erin doen. Ja, zo. Mijn oven is een beetje heet. Die is een beetje hot. Hot. Zo, ja. Ik heb eigenlijk wel heel goed nieuws. Ja. Want, heel leuk gezegd. Gisteren, toen kregen wij dus de mededeling van het ziekenhuis dat mijn schoonvader alles terug had gehaald qua geld. Oké. Je hebt ook, papier. Moet even een papiertje zoeken. Moet een pen zoeken. Dat is van even de buitenlandcorrectie. Dan komt hij gewoon gelijk lekker online. Dus. Dat vind ik wel een leuke datum. Komt die mooi online. Dus deze buikbandcorrectievlog, deel 2, komt dus op 19 oktober online. Wee. Doe maar even eventjes in de theedoek even hier even overheen. Ja, gewoon even juist. Dankjewel. Even, wil je die even vouwen? Nee, kijk. Nee, ja, dan kan ik die. Kijk. Vooral met lasagne. Kleine meid, ga jij eens even die kant. Deze moet ik even ook even hebben, zo. Voor de lasagne. Ja. Hoe moe vind jij? Doei. Mazzel. Oeh. Dit is ja lekker. Er moest iemand net lachen om mij. Ja. Kijk, schat. Het beweegt. Ja, dat is leuk. En die eruit. Als het gaat eten. Als het gaat eten, dan mogen ze lekker weer naar binnen. Zo, het leeft in Noord. Leeft inderdaad. Ja, weer als hij. Ijoeg. Dat is lekker. Ijoeg. Met loortjes. Dat is lekker. Ik heb kouwen, is lekker. Verse klontjes. Nee, doe maar even niet. Gaat die? En meneer Stalman van de Werf, het is heet. Is dat zo? Nee, dat is zo. Nou goed. Oké. Wat heb je er wel in zitten? Geen idee. Kruiden? Ja. Nee. Hetzelfde als gisteren, maar dan anders. Dat dacht ik al. Daarvoor heb ik ook een hele mooie opscheplepel. Die lag ook ergens daar al in. Maar oké, maakt even niet uit. Opscheppert. Nee, ik pak even. Ja, dat is die.
warm water, dus dat maakt niet uit. Is een kilo of wat? Yep. Yep, een kilo. Dat is veel, ja. Vroeger, nog voor mijn maagverkleining, kreeg ik dit in mijn uppie op. Oké. Okay. Nou niet meer. Gelukkig maar. Ik zit even zo, want ik wou het gisteren al aan. Geven, maar toen vond een kat het zo leuk om het uit te likken terwijl het daar stond. Ja, nou Roos, eventjes en mijn hondjes lopen. Ik ben eventjes met een vlogje bezig. Die is al aan het renderen. Ja, ik vind het allemaal prima. Dus ja. Ja, gezellig. Leuk. Dus ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is een korte vlog geworden, maar dat maakt niet uit. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei.